Waarom de titel? Kopwijk. Nou, nou ja, zoals hier ook staat op de achterkant. Josia's leven begint goed. Hij groeit samen met zijn broer voorspoedig op in een welvarend gezin in Amsterdam. In het begin lijkt of er nog niks aan de hand is. Maar dan krijgt hij steeds vaker te maken met iets wat in hem groeit. Een soort pijn, een soort hoofdpijn. En hij komt er niet achter wat het is. En als je door het boek gaat, komen er 4 verhaallijnen erbij. 4 antagonisten, 4 andere hoofdpersonen die allemaal hun eigen verhaallijn krijgen. En die zitten eigenlijk in zijn hoofd, maar dat weet hij niet. En zij gaan allemaal dingen in hun leven doen door hem. Maar zij weten ook niet dat hij in hun hoofd zit. Of dat allemaal waar is aan het eind, dat moet je echt gaan lezen. Want misschien is het allemaal helemaal niet waar. Misschien hebben ze nooit bestaan, misschien heeft hij nooit bestaan. Dat lees je pas op de laatste bladzijde. En dat maakt het een beetje Stephen King-achtig, denk ik. Heel klein beetje. Ja, hij krijgt waandenkbeelden, koppijn. Alle energie wordt uit hem getrokken totdat hij 34 is. Ligt hij op het bed. En dan wordt hij in één keer wordt het helder. Is alles afgelopen? Ja. En dan moet je maar uitlezen wat er met hem gebeurt. Maar het is niet het soort koppijn dat je met een aspirintje oplost, denk ik. Nee, kijk, ik heb wel een aspirintje hierin vast. Maar ik denk dat daar andere drugs voor nodig is. Hij gaat het ook proberen bij heel veel doktoren. Maar die komen er allemaal niet achter wat het is. Dus is alles wel waar of is het niet waar?